Welkom mensen bij een nieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden. En ik kom net uit mijn werk. En ik heb net een kommetje havermout gemaakt met warm water. Smullen. Vandaag wilde ik het hebben over meisjes. Meisjes hebben een slechte invloed op je als je op school zit. Zeker als je in een bepaalde leeftijd zit, waarin meisjes steeds belangrijker worden in het leven. Ik zal even een voorbeeld geven. Ik hield vroeger van leuke meisjes en mooie brommers. Herhaling, leuke meisjes en mooie brommers. Daar hield ik van. Ik had toen de tijd geen meisje, maar ik had wel een mooie brommer. En leuke meisjes houden van jongens met mooie brommers. Dus dan reed ik op het schoolplein met mijn brommer en dan kreeste een van de meisjes: "Hey Danny, geef eens een dot gas." En dan zei ik: "Ja hoor." En dan gaf ik een dot gas, zo van: "Woef, woef, woef, woef." En die meisjes die zeiden van oeh, oeh en ah. En dan zei ik tegen een van de meisjes: "Hey, spring maar bij me achterop." En dan sprong ze achterop bij mij. En dan gingen we een stukje rijden door de duinen. En dan uit het niets riep dat meisje ineens: "Help, help, deze jongen wil mij ontvoeren en hij rond me aan." Nou, einde van het liedje. Ik sliep een nachtje in de cel. En de volgende morgen kwam mijn moeder langs om mij op te halen. Ze sloeg me eerst in mijn gezicht en sleurde me vervolgens mee naar huis. Nog een voorbeeld waarom meisjes op school een slechte invloed op je hebben. Ik was een jaar of 18 en ik deed de opleiding tot logistiek. Ik zat achter in de klas en ik keek uit het raam, want voor het raam stond een meisje op teenslippers en in een zomerjurkje, met een frikandel in haar handen. En ze zwaaide naar me met die frikandel. En ze stopte hem heel langzaam in haar mond. En maakte van die pijpbewegingen met die frikandel. Nou, ik had een enorme paal in mijn broek, dat begrijpt u wel. En ik zei tegen de docent: "Docent, ik moet even pissen. Mag ik naar het toilet?" En dan zei mijn docent: "Ja, maar natuurlijk, Dennis." Ja, de docent noemde mij altijd Dennis. Geen idee waarom. En dan liep ik de klas uit. 5 minuten later lag ik samen met datzelfde meisje te ketsen in het fietsenhok. Nou, u raadt het al, de docent betrapte ons. Einde van het liedje, ik was 3 weken geschorst. En mijn moeder, die vertelde het door aan mijn vader en die sloeg me vervolgens in elkaar. Het was een beste vent hoor, maar wel iemand van gerechtigheid. Overigens nog een gratis tip: neuk nooit met een meisje met een veel te wijde poes, want dat stinkt. Groetjes!